Precies. Ik ga even een fragment laten horen uit de docu. De verkiezingsdag zelf. Ik ga natuurlijk niks verklappen over hoe het afloopt. Maar even hoe die dan alles uit de kast trekt om die kiezer te paaien. My poll workers inside the polling place write down the name of everybody as they vote. And then we've taken pictures of those lists. I come back here, I mark them off as having voted. And then I let the people doing calling to turn people out know, oh, you know, these people on your list have already voted. Don't worry about them anymore. Hi, this is Johnny calling as a volunteer from the Sean Streep for Mayor campaign. Just here to remind you to get out and vote today. I remember when you were little, a little boy. Remember? Hey, are you going to get out and vote? You got to get out and vote for Sean. We noticed you haven't voted yet. You are? Okay. Ja, ongelooflijk dat mensen al een heel persoonlijke titel anderen gaan bellen van heb jij nou al gestemd? En ze, weten het ze weten het ook wel, hè? Maar want lijkt het wel. We weten dat je nog niet gestemd hebt, je moet precies wel gaan. Nou ja, hij heeft, dat mag dus. Hij heeft zijn spion in het stemlokaal en dat mag. Okay. En die geeft precies door wie er al hebben gestemd. Dus als je nog niet hebt gestemd, dan krijg je een telefoontje. Op een gegeven moment in de documentaire is er een man die zegt, kunnen jullie nou eens ophouden? Ik ben al 5 keer gebeld vandaag. Het is zelfs zo sterk dat op het laatste moment, een half uur voordat het stemlokaal dicht gaat, Sean denkt dat hij, ja, dat hij extra stemmen nodig heeft. Hij stapt in de auto samen met zijn vriend en ze gaan persoonlijk op deuren kloppen. Nee. Om mensen alsnog naar het stemlokaal toe te trekken. Maar dit is heel normaal in Amerika en dat is ook wel weer inspirerend. Die enorme betrokkenheid van mensen bij het politieke proces. En gebeurt dat dan ook straks op 3 november? Nou, kijk, Milford, waar Sean dus kandidaat is, dat ligt in Pennsylvania. Pennsylvania is de belangrijkste staat op het moment voor de presidentsverkiezingen. Dus die staat wordt op het moment onder de voet gelopen door tienduizenden vrijwilligers uit de buurtstaat. Ik heb bijvoorbeeld vrienden uit New York die nu naar Pennsylvania gaan om daar de komende 10 dagen op deuren te kloppen, om telefoontjes ook te voeren of juist voor Joe Biden dan in de meeste gevallen. Dat begrijp ik. Als ze uit New York komen zijn ze meestal democraat. Maar deden ze dat voorheen niet en nu ineens wel? Nee, dat is altijd een kenmerk geweest van de Amerikaanse politiek. Die enorme betrokkenheid bij het politieke proces. En dat vind ik ook het inspirerende van deze film. Kijk, ik als correspondent volg je eigenlijk altijd vooral de landelijke politiek natuurlijk. Hè, wat we hier nu ook doen met de presidentsverkiezingen. Maar de lokale politiek is heel belangrijk in Amerika. Ze zeggen in Amerika ook wel, all politics is local. Zoveel wordt op lokaal niveau beslist. En mensen kunnen hun eigen burgemeesters kiezen. Ze kunnen hun eigen rechters kiezen. Hun eigen politiecommissaris. Hun eigen belastinginspecteur. Je zou denken, je wordt helemaal gek van elke keer die stembus. Ieder jaar gaan ze naar de stembus. Ieder jaar zijn er verkiezingen, lokale verkiezingen voor dit soort dingen. En het is op. Ik vind het ook wel heel mooi dat mensen op lokaal niveau zoveel te zeggen hebben over hun eigen leefgemeenschap. En ze maken er dus ook allemaal wel gebruik van ook. Ze maken er ook gebruik van en ze zijn nu meer gemotiveerd, denk ik ook, dan voorheen. Vanwege de verkiezing van Donald Trump. Die heeft toch wel wat losgemaakt, waardoor het lijkt alsof iedereen zich opeens met de politiek wil bemoeien. En ze zijn